slotfase van deze wedstrijd met die kopbal op de paal. Ja, klopt. Dat is een mooi slotstuk geweest, denk ik. En een vriendenoverwinning geweest, maar het mocht niet baten. Zag je hem er wel zelf al ingaan? Nee, ja, ik kopte die bal en hij ging via de binnenkant van de paal ging hij eruit. Dus, soms is het 3 centimeter wat je de overwinning kan schenken. En nu missen we het daardoor. Is dit verhaal van de wedstrijd voor jullie toch de gemiste kansen? Zeker in de eerste helft, slechts met 0-1 de rust halen? Ja, ik denk in de eerste helft dat we goed spelen. En zeker 2-3 doelpunten verschil horen voor te staan. Dan na rust geef je snel die 1-1 weg. En daardoor waren we even de weg kwijt. En op het einde creëer je weer een aantal 100% kansen. Ja, is gewoon, we missen hier gewoon 2 punten. Wat gaat er mis bij toch het tegendoelpunt dat uiteindelijk valt? Een aantal factoren kwamen te laat. Een beetje een scrimmage voor de goal. En hij viel volgens mij met een beetje geluk. Kwam die tegen hem aan, ging die erin. Maar goed, daarna hadden we nog genoeg tijd om het recht te trekken. En dat deden we bijna, maar helaas. Jullie oogden gretig. Toch een gehavend elftal. Geen Vilena, Kenneth Vermeer was er niet. En in de tweede helft het kampioensduo terug in ere hersteld. Als je samen met Botterien achterin speelt. Kijken jullie elkaar dan aan en weet je wat je aan elkaar hebt? Ja, zeker. We hebben zo vaak samen gespeeld. En ik weet precies wat hij van mij verwacht en andersom. Dus dat is geen probleem. En ook de jongens die de andere jongens moesten vervangen, Joris en Orkun, hebben het gewoon goed gedaan. Er wordt niet gewonnen op vreemde bodem, weer niet. Maar dit was een wedstrijd waar het volgens mij wel kon, hè? Op basis van de kansen die jullie krijgen. AZ wint ook niet. Is dat dan toch uiteindelijk met 1-1 kan je toch nog tevreden de bus instappen, omdat AZ ook niet wint? Nou, eigenlijk niet. Omdat je hier gewoon moet winnen en 3 punten moet pakken. En ik denk dat wij domineerden. En dan is het gewoon een zuur gevoel dat je niet wint hier. Maar goed, nu moeten we deze spirit en het voetbal moeten we meenemen naar de volgende wedstrijden. En dan heb ik al het vertrouwen dat het goed komt. Ja, één dingetje nog, want jullie komen uit best wel vaak op voorsprong. Hè? Bij Excelsior, bij PSV, en nu niet. En nu dan ook. En toch winnen jullie de wedstrijd niet. Is dat het, dat jullie nog moeten leren een wedstrijd echt te killen? Ja, vandaag denk ik zeker. We hebben de kansen gehad. En soms zit het ook een beetje tegen. En dat was vandaag. Dan moet je zorgen dat je in ieder geval niks weggeeft. En we geven niet heel veel weg, maar toch die ene goal. En dat is balen.